Valt het jullie ook op? Ja, dat elke keer als het kabinet met iets komt, hè, een noodwet of zo, dan is die oppositie, hè, dat zit dus in de politiek, maar ook een beetje in de media, die komen dan met allemaal vragen, ja, kan dat wel en dat kan niet en het is internationaal, gaat dat niet lukken en bij de rechter niet en daar niet en zus niet, de Raad van State niet. Weet je, ze komen alleen maar met negativiteit. Eigenlijk, ja. En nu zijn dan die maatregelen, die zijn er. He, die hebben ze nu bekendgemaakt, die asielmaatregelen. He, we gaan zus, we gaan zo, en we gaan dit met statushouders doen en dat. En hup, en dan gaan ze weer. Dan komt die oppositie weer. Maar vooral ook, ja, je hoort ze dus in Den Haag, maar wat dacht je van... In de talkshows, en maar ook in de verslaggeving, vooral die Floor Bremer... Die heeft helemaal een handje van, weet je wel. Die gecamoufleerde D66 mevrouw. En die gaan dan allemaal weer vertellen dat dingen niet kunnen. Constant maar, dat kan niet, dat gaat niet lukken, dat gaat niet gebeuren. En dat gaan ze ook met de grenscontrole. Ze zeggen, ja, dat kan toch niet, dat is tegen de afspraken en dat gaat niet. En hoe wil je dat dan doen en hoe moet dat dan? En kijk nou wat er gebeurt in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, die bewijzen gewoon dat het werkt, die grenscontroles. Die werken, ja, die hebben al 28.000 in 9 maanden, moet je je voorstellen. Die hebben in 9 maanden al 28.000 mensen, hup, teruggestuurd. Gaan we weg. Gaan we terug. Nee, je komt er niet in. Ja. Ach, dat is ongeveer het aantal wat wij nu het afgelopen jaar hebben binnengelaten. Zoveel. Dus het werkt als een tierlier. Terwijl er constant is gezegd aan alle kanten, dat kan niet, kan je niet maken, dat gaat niet werken. Maar ze vergeten ook nog eens een keer dat al die maatregelen, dat gaat rond, dat gaat zich rondbabbelen. Ja, dat is de mond-op-mond reclame in Europa en daarbuiten. Dat is zeg maar wat je doet in het dorp. Over de snackbar, dat je zegt, daar moet je heen gaan, lekker. Die hebben nog echt originele Vlaamse friet. Dat werkt. Ja, dat gebeurt hier ook mee. Want die mensenhandelaren, die krijgen het ook allemaal te horen. En die zeggen weer tegen hun klanten, ja, je kan beter niet naar Nederland gaan, hoor. Nee, want Sinterklaas die woont daar niet meer, hoor. Nee, niks gepemper meer. Nee, dat geven ze me door. Zijn er dus nu ook al minder asielaanvragen de afgelopen maand, afgelopen week weer 400 minder. Dus dat ook dat werkt. Dat werkt. Kortom, kabinet. Ha, niet luisteren naar al dat gekwek. Nee, gewoon doorgaan.